Welkom allemaal bij een nieuwe warming-up. We nemen iets eerder op vandaag vanwege de sneeuw. Maar we zijn vandaag met Neraisho Kassanwirjo en Onno Kukkler van Kids United. Welkom mannen. Welkom. Dankjewel. We gaan voorbeschouwen natuurlijk op de wedstrijd tegen Ajax. Onno, we hebben jou natuurlijk uitgenodigd om met jullie te gaan collecteren voor Stichting Breathcare for Kids. Voor kinderen uit Oekraïne. En Kassanwirjo, ja, Nana, mag ik zeggen toch? Mm-hmm. We gaan met jou natuurlijk vooruitblikken op de wedstrijd tegen Ajax. Om te beginnen, we hebben net al even kort voorgesproken. Jij kende Kids United nog niet, hè? Nee, ik kende ze nog niet. Ik heb er wel van gehoord van vandaag, maar voorheen kende ik ze niet. We hebben net het filmpje laten zien van Nune die de Ronaldo Celebration deed. En toen zei je, oh, dat ken ik wel. Ja, dat filmpje heb ik wel gezien. Ja, leuk. Leuk. Hey Onno, morgen een grote dag voor jullie. Vertel eens hoe dit is ontstaan. De line-up en de shootout zijn eigenlijk ontstaan doordat wij in 2011 geadopteerd zijn door FC Groningen. Dus Groningen is Groningen onze grote broer. En vanaf die tijd, we zijn wel autonoom, maar vanaf die tijd hebben we gewoon een hele mooie samenwerking met FC Groningen. En mogen we onder andere ieder jaar de shootout en de line-up verzorgen en de wapperaars. En de collecte. Want jullie mogen één keer per jaar collecteren voor Kids United. Voor een stichting waar kinderen met een beperking gratis kunnen voetballen. Klopt. En jullie mogen één keer per jaar collecteren. En nu zeiden jullie, wij vinden het zo erg wat er in Oekraïne gebeurt. Wij willen iets doen. Ja, klopt. Wij mogen dus inderdaad, wat je zegt, jaarlijks de collecte doen. Omdat we contributievrij zijn. We vinden dat iedereen moet kunnen sporten. En daar mag niet van geld afhangen, zeg maar. Maar dit jaar hadden we zoiets van, de wedstrijd tegen Ajax stond al in het teken van Kids United. En toen dachten we een aantal weken geleden van, je kunt nu voor jezelf collecteren, maar het voelde niet goed. Het voelde niet goed. Ik denk van, de oorlog zo dichtbij en zoveel kinderen die op de vlucht zijn met hun moeder, daar moeten we iets mee doen. En toen heb ik Levchenko, contact gezocht met Levchenko en een aantal keer met hem gesproken telefonisch, ook wat daar gebeurde. En die heeft wel een aantal dingen verteld. En daar gaan we voor. En toen hebben we contact opgenomen met FC Groningen, en dat doen we samen met FC Groningen. En die vonden het ook een heel goed idee, waren heel enthousiast. En dus morgen is het zover, dan gaan we voor Oekraïne. Ja, geweldig. Evgeny Levchenko, oudspeler van de club. En hij is dus bestuurslid van stichting Breathcare for Kids. Kan jij kort uitleggen wat die stichting precies doet? Ja, die stichting heeft allemaal weeshuizen in Oekraïne. En de aangrenzende landen van Oekraïne, zoals bijvoorbeeld Roemenië, Bulgarije misschien, dat weet ik niet zeker. Maar al die landen daar hebben ze weeshuizen. En die weeshuizen lopen natuurlijk ook vol met vluchtelingen, met kinderen. Dus daar is gewoon heel veel geld voor nodig. En ook voor de winter weer, voor kachels en noem maar op. Ze hebben gewoon heel veel nodig daar. Ja, prachtig initiatief. We zien hier al de collectebus. Iedereen kan natuurlijk geld in gooien. Misschien is het niet helemaal meer van deze tijd. Ik weet niet of jij nog klein geld in je portemonnee hebt, Nana? Nee, niet meer. Maar je kan ook via de QR-code kun je scannen en dan kan je overmaken, toch? En kan je ook pinnen? Pinnen niet. Je kan alleen via de QR-code, die kan je scannen en dan kan je een bedrag overmaken wat jou past om in elk geval een bijdrage te doen. Ja. Nou, geweldig initiatief. Hopen dat zoveel mogelijk geld wordt opgehaald. En dat is allemaal voor de wedstrijd tegen Ajax. Die ga jij spelen, Nana. Yes. Hoe is het met je? Ben je fit? Ja, ik ben fit. Ik ben natuurlijk uitgestapt de tweede wedstrijd bij Jong Oranje. Maar ik denk dat ik op een goede weg terug ben om gewoon zaterdag te kunnen spelen. Ja, want je had de hele wedstrijd gespeeld tegen Jong Bulgarije. Toen heb je gekozen om niet te spelen tegen Jong Zwitserland, was het? Ja, ik zou wel kunnen spelen, alleen was ik niet optimaal fit. En dan belast je het team omdat je niet 100% fit bent. En toen heb ik met de trainer samen besproken dat ik niet zou spelen. En, ook met Ajax in je achterhoofd misschien? Ja, dat zeker. En nu ben ik zeg maar aan het revalideren om zaterdag te kunnen spelen. Mooi, dat ziet er goed uit. Jullie moeten nog trainen natuurlijk. Dat moeten we nog even over hebben. Er lag ineens sneeuw. Dus jullie training ging van de ochtend naar de middag, omdat het veld nog onder de sneeuw lag. Ja, nee, klopt. Is natuurlijk wel even wennen met de weersomstandigheden, maar toen het goed opgepakt is door de training te verschuiven. De sneeuw is nu weg, we hebben gewoon goed kunnen trainen. Ja, ik wilde dus vragen, hoe was de training? Hoe was de laatste training? Dat kunnen we nog niet doen. De rest van de selectie, ik sprak vanochtend al wel even met Danny Buijs. Thomas Suslov is er niet bij. Dat is dan de enige aderlating. Maar verder, heb je er vertrouwen in dat jullie een goed resultaat kunnen boeken tegen Ajax? Ja, nee, zeker. We spelen met thuispubliek. We zijn altijd welkom. We zijn op een goede weg. Ik denk dat we de laatste tijd een stijgende lijn hebben. Ik denk dat we die moeten vasthouden en dan hebben we gewoon kans op resultaat. Onno, jij als supporter. Wat vind je van Nana? Ja, ik vind een hele goede voetballer. Echt een aanwinst voor FC Groningen. Echt. En ik verwacht dat hij binnen 4 jaar het Nederlands elftal haalt.
Kijk, dat zijn uitspraken. Nou, die kun je in je zak steken alvast. Hey, Nana, nu kom je natuurlijk van Ajax. Is het bijzonder dat je morgen voor de tweede keer tegen ze gaat spelen? Oh ja, nee, het is natuurlijk bijzonder. Je speelt met je eigen club tegen je oude club. Voor de tweede keer, maar dan wel thuis. Ja, het is altijd wel een bijzondere wedstrijd. Alleen nu speel ik voor FC Groningen. En zijn gewoon vijanden dan. Ja, nu kon jij een jaar geleden ook je contract verlengen bij Ajax. Want ze hadden wel vertrouwen in jou. Waarom koos je dan toch voor FC Groningen? Nou, ik heb puur voor FC Groningen gekozen omdat ik hier mijn speelminuten zou krijgen. Vanaf begin van het seizoen heb ik me erin geknokt. Ik ben er niet meer uit geweest en ik wilde het graag zo houden. Dus ik geef gewoon altijd alles. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk het team te helpen. En bij Ajax was ze niet zeker dat ik in het eerste zou spelen. En dat wou ik wel graag. Dus heb ik gewoon voor mijn eigen pad gekozen. Hoe kijk je nu terug op die keuze? Ik ben er zeker tevreden mee. Ik speel. Ik maak mijn minuten. Ik doe het niet slecht. Dus het is altijd tijd voor verbetering. Maar ik ben op een goede weg, denk ik. Ja, je bent bescheiden. Je doet het niet slecht. Volgens mij gaat het gewoon goed, toch? Als je op deze leeftijd al basisspeler bent in de Eredivisie. Ja, nee, klopt. Maar ik kan altijd beter. Wat kan er beter? Ja, soms heb ik gewoon slordige momentjes of momentjes die er zeg maar niet meer bij kunnen zitten op dit niveau. En die gebeuren nog wel. Daar moeten we gewoon aan werken. Nu was jij afgelopen weken op pad met Jong Oranje. Ook met jongens die morgen weer in het veld staan bij Ajax. Ja. Onderling al een beetje ahoeren? Ja, was wel een beetje gewoon plagen bij Ajax. Gravenberg was er volgens mij. Was een beetje plagen tijdens de trainingen of als we op de kamer waren. Maar ik heb ze ook gezegd, gewoon, nu zijn we vrienden, maar in het veld gewoon vijanden, dan ken ik hun niet. Dus als ik haar moet pakken, pak ik ze aan. En goed, dat willen we horen, hè? Zeker. Goeie teksten. De laatste thuiswedstrijd even terugkomend op. Dat was eigenlijk een van de eerste keren sinds corona dat het weer helemaal vol was. Hoe heb je die laatste thuiswedstrijd, die 4-3, beleefd? Want dat was ook de eerste keer voor jou waarschijnlijk met een volle Euroborg. Ja, zeker. Nee, ik vond het helemaal top. Je merkt het verschil nog wel tussen een vol stadion en een niet vol stadion. En ik ga niet zeggen dat we heel goed speelden of zo, maar door de steun van de supporters krijg je toch wel het gevoel dat er wat meer te halen valt. Ze blijven achter ons staan 90 minuten lang, ook al spelen we een wat mindere wedstrijd. En dat is gewoon de steun die je nodig hebt. En dan zie je ook gewoon dat je geluk dan aan jouw zijde kan vallen. Onno, was je er ook bij die wedstrijd? De laatste wedstrijd. Ja, tegen NEC. Ja, klopt. Ja. Hoe heb je die beleefd? Ja, lekker. Mooie wedstrijd. Ja, dat was gekkenhuis. Ja, gekkenhuis, ja, inderdaad. Ja, schitterend. Ja, heel mooi. Nu gaan we even naar een rubriek van ons en dat is de battle. Daarin neemt oudspeler Koert Elsen het op tegen John de Jonge van de supportersvereniging. En zij voorspellen de wedstrijd tegen Ajax. Mag ik ook champagne zijn? Dan kijk gewoon lekker schudden. Jouw onderspuiten. Nee, hier. Nee. Koert was voor de interlandbreak on fire en had 4 wedstrijden achter elkaar goed. Dit levert hem een ruime voorsprong op, maar John heeft nog genoeg kansen om zich terug te knokken in deze battle. Ik ben verbaasd over Koert. Die zei dat hij niks goed kon voorspellen toen we ooit hadden begonnen. Nou, dat klopt niet helemaal. Volgens mij heb je alles bijna goed. Ja, daar hadden we het van tevoren inderdaad over. Hè. Zoals van, ik zeg, ik ben een slechte gokker. Ik gok nooit, maar ik weet dat ik in ieder geval daar niet zo goed in ben. In voorspellingen, maar ja, tot nu toe gaat het wel aardig. Maar wat verwachten onze deskundige panelleden tegen koploper Ajax? Winst. Ik ben heel optimistisch, we gaan winnen. Ja, ik zat een beetje in dubio. Of een 1-0 winst, waar ik natuurlijk op hoop. Of een late 1-1 door Ajax. Ga je voor winst of voor gelijkspel? Ik ga voor winst. Nee, ik houd op een 1-0 voor Groningen. Ja, want ik denk dat het 3-2 wordt. Dus we scoren allebei. Narijsjo, nu kom jij uit Amsterdam. Waar ben je opgegroeid daar? Ik woon in Noord, maar mijn club was in Amsterdam Zuidoost. En ik was gewoon vaak in Zuidoost, ook na mijn trainingen, voor mijn trainingen. Dus ik wil wel zeggen dat ik in Noord woonde, maar ik was eigenlijk altijd in het Zuidoost. Zeeburgia speelde je? Dat is in Zuidoost? Nee, dat is in Amsterdam-Oost. Oh, dat is in Amsterdam-Oost. Daar speelde je eerst, toch? Ja. En daarna ben je naar Ajax gegaan. Hoe oud was je toen? Zo, ik denk 9, 10.
toen ik naar Ajax ging. Hoe was dat? Ja, was wel even wennen natuurlijk, omdat je kwam in een lichting met Ryan Brobbey, Ryan Gravenberg, Kenneth Taylor, waren al, toen waren ze al goed. En dan kwam jij van Sebergia. Was het nog even wennen, omdat hun al een jaar met elkaar hadden gespeeld en ze waren goed op elkaar ingespeeld. Eerste jaartje was wel even wennen en ik denk dat ik even mijn plek moest vinden. Maar ik denk het tweede jaartje heb ik het wel goed opgepakt. Ben ik snel zeg maar, in het team gegroeid. Goed geworden met de jongens. En dan merk je vanzelf dat alles gewoon wat sneller gaat. En dan maak je toch de keuze om uiteindelijk die jongens weer te verlaten om bij FC Groningen te gaan voetballen. Hoe kijken zij naar jouw keuze? Zeggen ze wel eens van zo, dat heb je goed gedaan, want nu speel jij al alles in de divisie. En bijvoorbeeld Kenneth Taylor die je net noemde, ja, die speelt nog vaak in de keukenkampioendivisie. Ik krijg soms wel oude berichten en zo. En dan zeggen ze wel van ja, ik ben blij met je keuze, ik ben blij voor je. Dat waardeer ik ook, want ik heb natuurlijk ook gewoon moeilijke periodes gehad bij Ajax. Maar ja, ze zijn wel blij voor me. Onno, morgen de wedstrijd tegen Ajax. Wat verwacht jij? Nou, ik verwacht minimaal een gelijkspel wel. Ajax heeft het altijd moeilijk hier, altijd. En die jongens zijn natuurlijk extra scherp en Nana natuurlijk helemaal tegen de oude club. Weet je, dat brengt wel wat los, hè. Dus ik verwacht er wel een hoop van. En een vol stadion? Een vol stadion. Kitchen United in de shootout, ook nog leuk tussendoor. Dus wat wil je nog meer? Het kan niet op. Het kan niet op. Nu wil ik wel de supporters thuis meegeven dat kom vroeg naar het stadion. Want de ringweg ligt eruit. Ik weet niet hoe jij hier vandaag bent gekomen. Vanaf Leeuwenborg gaat dat prima. Gaat dat prima? Ja. Maar van de andere kant gaat het een drama te zijn. Kom je uit Drachten, kom je uit Assen. Het is een drama om hier te komen. Dus kom op tijd. We hebben fanpleinen en foodtrucks voor het stadion. Er is genoeg te beleven. Kids United gaat collecteren. Volgens mij is de boodschap kom op tijd. Kom naar de wedstrijd. En dan gaan we er met z'n allen wat moois van maken. Zeker. Mannen, ik wil jullie bedanken. Dankjewel. Dankjewel. En ik wil Nana nog een vaantje geven aan Kids United. Kijk. Hier op de kamer. Dankjewel. Alsjeblieft. Vergeet je nooit meer. Nee, zeker. Helemaal goed. Hey, dank jullie wel. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.